Merk jij wat van die coronacrisis? Ja, net zoals iedereen, merk er wel wat van. Wat? Nou ja, goed, het is minder druk in de trein. Dat soort dingen. Ja. En voor de rest, ja, goh. Ik woon in een dorp, Wormer. Dus daar is het al een paar jaar lockdown, eigenlijk. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Je merkt het verschil niet, zeg jij? Jawel, want ik zie minder mensen. En ik zie ook minder mensen op straat. Oké. Je bent hier ook vanwege dit boek? Ja. Nederland onder het systeemplafond? Klopt, ja. Zou je een eerste aanbeveling kunnen geven voor dit boek? Nou, het is eigenlijk een soort bijbel. Zo zie ik het toch wel voor Nederland, wat het niet meer is. Ik ben met een fotograaf, Jan Dirk van den Burg. 9 jaar, iedere week 1 keer naar zinloze gebeurtenissen geweest. Buurtvergaderingen, inspraakavonden, verenigingsavonden. Wij doen het 2 keer in de week. Nou, 1 keer was wij gaan gebeurd. 2 keer in de week naar de zinloze gebeurtenissen. Klopt, toe. En hier hangt ook een systeemplafond. Nou, dat was bij al die gebeurtenissen het geval. Dus we hebben dat gebundeld, om eigenlijk zodat heel Nederland eigenlijk kan lezen wat er niet meer is. Zodat je lekker terug kunt bladeren in deze coronatijd naar... ja, als je denkt van, goh, ik kikkerde er altijd wel van op, van dat soort avonden. Dat je dacht van, ja, mijn leven is toch leuker dan ik zelf gedacht had. Omdat andere mensen die zich wel druk maken over bijvoorbeeld een speeltoestel aan het eind van de straat dat scheef staat. En daar hele brieven over hebben gemaakt en die voorlezen door een microfoon. En ook van grotere mensen die graag spreken in het openbaar. Dan denk ik, ja, nou ja, goed, het valt nog wel mee met me. Hoewel ik hier natuurlijk wel zit. Dat is natuurlijk... Ja, dat is waar. Want ja, de mensen willen het ook weten, maar dat hebben wij vrijdag bij BNR afgesproken. Er was een voorwaarde aan verbonden natuurlijk om hier te kunnen zitten. Ja. Ik weet niet, wanneer wil je ze doen? Nou, ik zeg het zo. Is dat hem al of is hij... Dat is 1 zo. Nou, dat is 2. Er zijn er al 2. Dat zijn er al 2. En ik zal er in de loop van de avond nog een paar... Ja, eigenlijk was het wel de bedoeling dat hij dan een beetje zo was. Moet je ook nog... Nou. Zo. Hey. Wat? Maar hoe wist je waar je naartoe moest dan? Waar ging je dat op internet op zoeken? Nou, we gingen dat... we publiceerden het ook in NRC eerst en later bij de Correspondent. En we hadden een soort deadline. En als die deadline naderde, toetsten we gewoon in bijeenkomst met de datum. En dan... kwamen er vanzelf Google-meldingen. En voor je het weet zit je dan op een fair trade-avond in Meppel... met een hele enthousiaste wethouder... die Meppel het totale fair trade-gevoel wilde geven... en ook op de fiets was gekomen. En dan voer je daar hele rare gesprekken. En dat zijn ook hele, toch wel vreemde bijeenkomsten die uren duurden. Want die fotograaf met wie ik was, die ging niet over 1 nacht ijs... die voor die de goede foto had gemaakt, waren we 5-6 uur verder. Maar tegelijkertijd... werd je dan wel ondergedompeld in een soort Nederland, ja, waar we allemaal heimwee naar hebben. Of tenminste een deel van de mensen. Jan Dirk van den Burg heeft ze gemaakt. We laten ze straks ook zeker zien. En jij zal er vast iets bij kunnen vertellen, neem ik aan, toch? Want jazeker. Het heeft ook zo weinig zin dat je hier zit. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!